verhalen. Voor alle mensen en makers. Buurt Film Festival. Met al die vier filmcocktails die we hebben mogen bekijken. Met al het prachtige talent en de passie die erin spreekt. En al die mooie beelden die we hebben gezien. En ik weet zeker dat de jury dat ook met ons eens is. Het podium is zometeen van jullie. Maar ik wil ook nog heel even Sjoerd naar voren roepen. Want Sjoerd die is sinds jaar en dag, nou ja, diehard teamlid van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Hij is ook de ontwikkelaar van de prijzen. Wat gaat hier gebeuren? Een stekkertje erin. Nou, Sjoerd, het draait. Lijkt hij een beetje te zweven, weet je wel. Dat is mijn goede vriend Rutger Oomkes, die dit altijd voor mij doet. Laserkatwerk. Hij is opgebouwd uit een 3D-printen voet. Daar gemaakt door Kindas, van Kindas 3D. Echt een gigantische kunstenaar, die maakt de prachtigste dingen. Die is gevuld voor het gewicht met een stukje oud ijzer van een wormenkwekerij stal uit Zalk. En ook nog wat daklood, wat ook nog uit de boerderij in Zalk komt. Daarbovenop is een video 8-cassette. Die zitten vroeger, zaten die in zo'n camera. En Kibret heeft gigantisch veel gefilmd. En daar zijn, dit zijn zijn bandjes. Dus hier staan gewoon serieus nog. Daar staat op de onderkant, er stond iets Ethiopisch in het Amhaars. Ik weet niet wat die heeft gefilmd, wat erop staat. Maar wordt het ooit opgegraven over 1000 jaar door een alien? En die denkt van, hey, dit is een magnetisch data device. Dan kunnen ze daar toch Kibret's oude dingen op vinden. En daarbovenop is de VHS, de ouderwetse videoband. Die kennen we allemaal. Een van deze bevat White Man's Burden, The Nutty Professor 2 en Last Man Standing. Nou, kijk eens aan. En de vierde is een mystery. Dat is heel spannend. Heel spannend. Prachtig, dankjewel. Oké. Ik wil Jan Bert en onze lieftallige juryleden, waar we het de hele dag al over hebben, heel graag naar het podium roepen. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Jan Bert, ons lid van het dagelijks bestuur in Stadsdeel Oost. Leo, Jacqueline, Sepp en Noah en Melouki. Welkom, lieve mensen. Jullie hebben vandaag allemaal heel hard gewerkt om een keuze te maken die vast niet makkelijk zal zijn geweest. Want er zijn tientallen filmpjes laten zien, allemaal zo liefdevol gemaakt, gepassioneerd en nou, van zoveel perspectieven belicht. Dus ik kan me voorstellen dat dat een hele, hele moeilijke uitdaging is geweest. Jan Bert, jij hebt gelukkig de laatste cocktail kunnen bekijken volgens mij, de laatste filmcocktail. Dus hoe is het voor jou om hier vandaag op dit moment te mogen staan om samen met de jury die prijs te gaan uitreiken? Dankjewel. Het is natuurlijk heel bijzonder. Inderdaad, ik heb alleen maar de laatste cocktail gezien. En achteraf dacht ik, had ik maar eerder gekomen. Want wat een mooie verhalen, wat een mooie pareltjes. Dus volgend jaar ben ik er vanaf 's middags al bij. Het voelt toch ook, ik ben toen van Stadsdeel Oost en we zijn hier in het centrum. Maar het voelt toch een beetje als Oosten vanavond, ook in deze zaal. En ik mag in Stadsdeel Oost maar bezighouden met zowel kunst, cultuur als diversiteit en inclusie. En ik zie dat als twee onderwerpen die ook heel dicht bij elkaar passen. Want juist kunst en cultuur, of het nu om een film gaat, of een schilderij of muziek, dat verbindt mensen. Iedereen kan verwonderd raken, daarover kun je in het gesprek raken, ervaring uitwisselen, door, ongeacht je achtergrond, je leeftijd, je geslacht, je opleiding, et cetera. Dus ik denk dat we meer kunst en cultuur moeten inzetten, juist om te zorgen dat we met elkaar goed kunnen samenleven in buurten. En want dat is ook het mooie van dit filmfestival. Juist buurten zijn toch de kleine gremia in Amsterdam, waar je elkaar altijd tegenkomt, je buurvrouw en je buurvrouw. En wat ik nu vooral gezien heb, dat achter ieder persoon die je misschien op straat tegenkomt, waar je een bepaald beeld van hebt, zit ook weer een ander verhaal. Een echt mens met zijn eigen verleden of twijfels of zorgen. Dus ook zoveel festival helpt ook weer om ons te stimuleren om weer te verdiepen in die ander. En niet alleen maar uit te gaan van hoe iemand eruit ziet. En ik vond het verhaal van die militair misschien het meest indrukwekkend. Je ziet er een hele stoere man in een hippe kleding, zeg maar. En dan zijn we erachter gekomen, dankzij die documentaire, omdat daar een verleden achter zit. Gestreden voor volk en vaderland en vrede in de wereld. En ja, met dingen teruggekomen. Dus
Heel inspirerend, dus ik hoop dat ik volgend jaar nog veel meer van dit soort mooie films hier kan komen zien. En dan ben ik inderdaad de hele middag erbij. Dankjewel, Jan-Bert. Over inspiratie gesproken, ik denk dat jij zometeen meer over de films gaat te horen komen die je nu niet hebt kunnen zien door middel van de jury. En ik ga de microfoon dan ook aan jou en aan jullie geven, want jullie mogen ons bekend gaan maken wie er in de 4 categorieën vandaag in de prijzen zijn gevallen. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Melouki Kadalamp, jurylid. Aan mij de eer om te beginnen met de toekenning van een prijs van het Amsterdam Buurtfilmfestival. Filmlab, een mooi onderdeel van het ABF, mooie gedachte door Kibret. Wat ik wil doen is eerst noemen de film die vanuit het filmlab zijn ontstaan. Allemaal prachtige films. We hebben natuurlijk een keus moeten maken. Dat onverletten zijn allemaal van heel sterke, heel mooie kwaliteit. Zijn gefeliciteerd aan de filmmakers, gefeliciteerd aan Kibret. En we hebben dan 4 films in het filmlab. En dat zijn de bekende onbekend van het Marie Heinekenplan. Van Marianne Kornman. Daarnaast hebben wij de Sarfati Boulevard van Elise Kramer. We hebben de buurtmoeder, imam van Ohnan Donmez. En Dudus Succes van Sally Turker. En de winnaar is een filmmaker, of een team eigenlijk, die het gezicht geeft aan de mensen die soms zonder gezicht onder ons leven. En dat zijn deze bekende, onbekende krantenverkoppers. Een film van Nanette Kornman en haar team. Nanette, wat was de aanleiding van deze film? De aanleiding was dus het gedenkplekje wat iemand gemaakt heeft. Maar helaas, ik geloof dat er helemaal niemand is die in mijn film geïnterviewd is. En dat vind ik wel jammer, want ik had die film niet kunnen maken. Als... De onbekende is er ook niet, maar nee, jij bent er wel. De onbekende is er natuurlijk niet en ik ben er wel. Maar ik had het ook leuk gevonden als de mensen die geïnterviewd zijn, want die waren heel belangrijk voor deze film te maken, er ook geweest waren. En dat zijn een winkelier, buren, wie zijn ze? Ja, inderdaad, de winkelier en alle mensen die, een hele hoop mensen die hem kenden. En sommige, daarom heb ik in de aftiteling niet alleen maar altijd achternamen genoemd, maar ook gewoon voornamen. Ja, omdat niet iedereen misschien met zijn achternaam in de film wilde. Nanette Kornman en nu de uitreiking. Van harte gefeliciteerd. Het was ook een film die ik heb mogen zien, indrukwekkend. Een verhaal, denk ik, dat de buurt bij elkaar wordt gebracht door iemand die eigenlijk niemand kent, maar dat er ook misschien toch de centrale persoon is in zo'n buurt. Laten we dus vaker omkijken naar degene die we eigenlijk niet kennen, maar eigenlijk ook wel. Laat al inspiratie even als. Jullie al gefeliciteerd met deze mooie film. Jij bent dus de eerste die deze geweldige prijs krijgt. En daarbij zit er ook nog een tegoedbon, een cheque. Van harte gefeliciteerd. En nogmaals, ik wil iedereen bedanken, ook Kibret, hè, want als Kibret dit niet had georganiseerd, had ik hier ook zeker niet gestaan. Ook Jury die de eindmontage gedaan heeft. En iedereen, ik ben super blij met deze super mooie prijs. En dan kan ik eindelijk een camera kopen, een echte camera, want ik heb echt een heel groot deel gewoon met mijn mobiel gefilmd. Dus ik ben er super blij mee. En een applaus. Applaus voor dat doel. Ja. Joehoe. Dankjewel. Super. Dan hebben we nu de volgende prijs voor de non-fictie. Er zijn een aantal filmmakers en films die elke keer terugkwamen in ons beraad. En uiteindelijk hebben we er toch voor eentje gekozen die toch een enorme indruk op ons achter heeft gelaten. Als documentairemaker kom ik vaak in landen waar het niet zo goed gaat, waar oorlog was. Ik dacht altijd, dat doet me niks.
Uiteindelijk ben ik een cursus bij het leger gevolgd voor journalisten in oorlogstijd. En toen dacht ik, nou, misschien heb ik toch wel een tikje meegekregen. En deze film gaat over iemand in Amsterdam die ook een tikje mee heeft gekregen. Over de veteraan. Sassy Smit is de maakster en de veteraan zou ik ook graag naar voren willen hebben. Dank u wel. Dank jullie wel voor jullie film. Dank u wel. Nou, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs voor een geweldige film. Het staat ook in het laatste blok, dus ik heb hem kunnen zien. Denk, heel indrukwekkend. Niet alleen wat jij in het verleden gedaan hebt, zeg maar, voor de wereldvreemde, maar ook nog dat je ook zo dapper bent het verhaal te vertellen. En dus ook misschien voor jouw lotgenoten weer de ruimte geeft om ook hun verhaal te doen. Inspireren denk ik voor ons allemaal. Dus dank je wel voor het mooie parel die je vanavond ons hebt laten zien. En ook voor jou nog een check erbij met een waardebon. Wow. Dank jullie wel. Zet hem door. En jij ook? Ja, nou, ik wil Sas en Yuri bedanken. Want zonder hen had ik dit nooit gedaan. Voor de meeste militairen, die hebben gewoon een normale baan in het burgerleven. En hebben ook gewoon stress. Dat is zoals elk mens, niet alleen de militairen. Maar die durven niet vooruit te komen dat ze dus last hebben van PTSS. En dat heeft zij voor mij dus gedaan om eruit te komen. Dus dank haar en Yuri dat ze deze film mogen maken. En natuurlijk dat ik nu beter ben om het te kunnen doen. Maar dank is aan haar en Yuri. Ja, top. Mag ik één vraag stellen? Hoe had jij hem gevonden? Ik werk in een heel piepklein cafeetje in de Westerstraat, Café het Monumentje. En ik ben een blower en aan de overkant zit een koffieshop. Dus als ik klaar was met werken, ging ik bij hem even wiet halen. En zo raakten we aan de praat. En kwam ik op een gegeven moment tot de ontdekking dat hij veteraan was. En ik zei, hey, ik werk voor Veteranencafé. En zo is de vriendschap ontstaan. Ja. Ja. Via het sticky. Nou, Amsterdamse kan niet. Wij mogen de prijs bekendmaken voor fictie. Deze persoon heeft 2 films gemaakt die allebei heel hoog eindigde in onze lijst, dus het was niet heel moeilijk om te beslissen. Het is eigenlijk ook vooral de filmmaker die deze prijs eigenlijk gewonnen heeft, vinden wij. De persoon die deze prijs heeft gewonnen is Tun Stopkuklu. Dit was voor de film Molenwijk Originals en Mokum Verhalen. En ga jullie vertellen waarom deze filmmaker deze prijs heeft gewonnen? Nou, wij vonden eigenlijk allemaal, hij eindigde zo, wat Noah al vertelde, hij eindigde heel hoog bij ons allemaal. Er werd door ons allemaal eigenlijk al over gesproken. En wij vonden het allemaal een mooie film, wij vonden het allemaal leuk ook, geloof ik. Ja, ik weet niet of jij er nog wat... En ik heb ook deze laatste film mogen zien en ik ken nog het verhaal van de brand in de Hofkerk. Maar dat je het verhaal erachter nu zichtbaar hebt gemaakt op een hele mooie manier, geeft ook weer zo'n geschiedenis van Amsterdam-Oost ook weer een extra laag. Want je weet, ach, er was iets met moslims en Turken die tegen een kerk waren. En nu blijkt het echte verhaal een stuk genuanceerder te zijn. Maar ook veel echter Amsterdammer te zijn dan wij ooit dachten. Dus niet alleen een mooie film, mooi gemaakt, maar ook weer een stukje echt verhaal van Amsterdam, wat zichtbaar is geworden. En dan voor de toekomst het verhaal weer verder verteld kan worden hoe het echt is gegaan. Dus dankjewel.
De reden dat deze film bij fictie hoorde, de Molenwijk Originals, was omdat er gebruik is gemaakt van greenscreen. Bijvoorbeeld, je zag Transformers erin en soldaten langslopen en water. Dus daarom hoort hij bij de categorie fictie. We vonden het eigenlijk al. I am super proud that I'm getting the prize. We are getting the prize from these guys because they have a great film from last year. They are the winner of last year. So thanks a lot. Yes. Thank you. De volgende prijs. We hebben, ik denk het enige festival misschien wel in de hele wereld heeft. We hebben een Amsterdammer in beeld. Omdat... belangrijk dat we goede filmmakers hebben die verhalen vertellen en in beeld brengen, maar net zo goed de mensen die in beeld gebracht worden. En de volgende, de prijs voor de Amsterdammer in beeld van dit jaar is voor een vrouw die een grote stap zette om uit haar eenzaamheid te komen. Bir kız büyük bir adım yaptı yalnızlığından çıkması için. En haar gezondheid terugvond. Ve sağlıklığını geri buldu. En haar geluk. Ve şansını. En de prijs voor Amsterdammer in beeld is Emin Dudu. Gefeliciteerd, Dudu. Fantastisch hoe jij dit gedaan hebt. Ik weet niet, versta je me goed of een beetje? Ja, super mooi. Wat krachtig. En ga voor die marathon. Je verdient het. En ik hoop dat je met deze prijs een paar mooie schoenen kunt kopen om te rennen. Ja. Bert, ik zal je het even vertellen. Je hebt weer gelukt. Weer Amsterdam Oost namelijk. Gefeliciteerd. En als je vraagt, moet je met z'n drieën vasthouden? Nou, dat gaan we gewoon doen. Met z'n drieën. Ja. Maar zij is de Amsterdammer in beeld, hè? Groot applaus voor Emine de Doe. En uiteraard de filmmakers die dat gezien hebben, maar... En een cheque van 0 euro. Ontzettend bedankt allemaal. Fantastisch hoe jullie hier allemaal... En ik denk ook een hard applaus voor de juryleden die de hele dag of wekenlang alle films hebben gekeken. Dat gaan wij natuurlijk ook nog doen voor de publieksprijs komende weken. Ik denk een groot compliment voor deze jury. En mogen alle filmwinnaars even naar het podium komen? Alle winnaars nog even naar het podium? Ja, alle winnaars mogen even naar beneden. Dan gaan we volgens mij één grote groepsfoto maken. Allemaal een beetje super. Open. Kom mee. Voor. We gaan voor de groepsfoto. We hopen natuurlijk dat jullie ontzettend hebben genoten van deze dag. Zegt het ook vooral voort, want dit was natuurlijk pas de 7e editie. We gaan gewoon tot in de oneindigheid door. Dus ga ook aankomend jaar nadenken zelf of je misschien een film wil maken. Want je kan gewoon het hele jaar door meedoen aan de labs, aan het ABFF Lab. Dus met de labs kan je meedoen om zelf te leren hoe je dus kan video maken, editen, monteren, noem het allemaal maar op. Jullie zien hoe belangrijk het is dat alles op beeld wordt gebracht en hoeveel moois daarvan afstraalt. En nou ja, er is maar één ding wat hier telt en belangrijk is. En dat is de verbinding met elkaar. Dus dat is volgens mij ook vandaag weer prachtig gelukt. Dankzij jullie, dankzij alle mensen in de zaal. En natuurlijk dankzij het team van ABFF. Dus ontzettend bedankt voor al jullie harde werk om deze dag tot een groot succes te maken. Voor alle vrijwilligers en natuurlijk ook de OBA. En nog even het lijstje van de fondsen die ik natuurlijk ook even ga noemen. Het VSB-fonds, het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, Open Studio, Gemeente Amsterdam, HVA, Independent Recruiters Group,
En de gemeente Amsterdam, lieve mensen. En natuurlijk Aimiro Mediahuis als initiatiefnemer. En voor onze juryleden. Ja, dit is altijd even zo'n moment van een hele rijtje opnoemen. En het klinkt altijd een beetje als een hele mond vol. En alsof het dan minder gemeend is. Maar geloof mij, lieve mensen, dat is het echt niet. Al deze mensen zijn heel erg belangrijk voor een groot succes als vandaag. Dus dank jullie wel. En heel erg graag tot volgend jaar. Ja, we staan erop. En blijven lachen. Ja. Dank jullie wel en heel erg graag tot volgend jaar. En blijf lekker hangen, want er is nog een borrel- en nakletsmogelijkheid. Dus ga die verbinding ook zo meteen gewoon nog lekker aan. Dank jullie wel.